zijn hier op het congres Hoe laat je erfgoed tellen? Dat is een congres dat Leiden organiseert omdat we vorig jaar de BNG Erfgoedprijs hebben gewonnen. We hebben vandaag ruim 200 gasten van alles wat, beleidsmakers, bestuurders, experts op allerlei vakgebieden, maar ook mensen van buiten. En die gaan met z'n allen in gesprek over hoe maak je erfgoed relevant in de moderne wereld. Goedemorgen dames en heren. Mijn naam is Ruben Maas, ik ben gevraagd deze dag te begeleiden. Zoals gezegd, we gaan met elkaar in gesprek. Ik denk ten eerste door het goed te onderhouden, te renoveren, in de oude staat brengen. En ook groen te maken, duurzaam te maken, dat het weer een heel aantal jaar mee kan. Wat ook belangrijk is, dat je natuurlijk de architectuur wel respecteert van een monument. Hè. Wat maakt een monument monument? Als je dat weet, dan kan je zeggen, nou dat deel halen we weg en dat laten we staan en dat onderdelen gaan we versterken. En ik denk het belangrijkste element is om dat dan ook goed te laten functioneren. Dat groen en duurzaam is best wel lastig vaak in de gebouwen van 100, 200, 300, 400 jaar geleden. Omdat natuurlijk alles is heel anders gebouwd, is daar niet op gemaakt. En je wilde natuurlijk toch iets waar de mensen nu iets aan hebben van maken. En dat kan best wel ingewikkeld zijn, maar ja, meestal kom je daar toch wel uit. Ik denk dat het belangrijkste is dat je draagvlak moet creëren, dat je mensen moet meekrijgen in het besef van wat is erfgoed. Is erfgoed van ons allemaal? Dat je niet voor anderen bepaalt, maar dat het heel erg open is. Het betrekken van burgers lijkt mij heel belangrijk. De gemeente doet dat ook, probeert dat ook met die verenigingen. En maar ook wel door het eigen activiteiten, voorlichting te geven enzovoort. Je denkt altijd van, nou ze zijn alleen maar bezig met het behoud. Maar ze zijn ook bezig met het geboortehuis van Rembrandt. Met verhalen daarover. Dus je kunt er veel meer mee dan in eerste instantie associeert met erfgoed. Op allerlei manieren kan je erfgoed een onderdeel maken van het verhaal van de moderne stad. En dat is eigenlijk wat we vandaag uitproberen te dragen. Het is niet altijd makkelijk en samenwerken geeft ook hobbels. Maar het is wel leuk. I think Leiden does a fantastic job of making history relevant to the people. The people of Leiden are connected to this city and its places. I've never seen anything like it. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat het allemaal fantastisch in Leiden is, maar tegelijkertijd valt er ook nog een heleboel te verbeteren en te doen. Dus wij moeten echt tevreden zijn over een hele mooie stad. Maar we kunnen nog blijer en tevredener worden als er sommige dingen nog beter gaan. Dat moet je altijd blijven bedenken. Wat wel verrassend was, is de hele doordachte manier waarop ze met de marketing van de stad bezig zijn. Richting bedrijven, richting toeristen enzovoorts. Dat een heel doordacht beleid is waarvan ze sterk uitgaan van de identiteit van de stad. Dat vond ik wel erg sterk. Vorig jaar dachten natuurlijk mensen van ja, Leiden heeft heel veel erfgoed, dus het is logisch dat Leiden wint. Maar vandaag heeft Leiden ook echt laten zien dat door wat ze doen en door hoe ze het doen, dat ze ook een terechte winnaar zijn en blijven. De leiding is natuurlijk schitterend dat Leiden die prijs had gewonnen vorig jaar. Het is ook heel erg leuk dat nu allerlei mensen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij dat onderwerp vanuit het hele land bij elkaar komen om allerlei dingen te horen over Leiden. Maar ook in algemene zin dingen van elkaar te leren over hoe je om moet gaan met erfgoed. I'm really enjoying this opportunity. It's for me, for an outsider, a buitenlander, it's an amazing honor to be included in something like this. This is a celebration of Dutch heritage, the city heritage. So to be invited to participate is fantastic. It's really an honor for me. Ik vond het een ongelooflijk leuke dag. En een dag waar heel veel tijd en aandacht aan is besteed. Met fantastische sprekers, met een hele mooie opening. En ik heb een hele leuke excursie meegemaakt. De winnaar wist ik al, maar daarbij zijn we natuurlijk ook heel blij mee.
Ja, ik heb er bijna geen woorden voor. Ik moet zeggen, na de pitch had ik een hele goede hoop. Maar dit laatste uur, dat was zo zenuwslopend. En dan zie je al die andere goede bijdragen van echt drie steden. En wat ik zeg, dan voelen wij ons Gallisch dorp. Maar we zijn dapper. Ik vind het een geweldige dag. En dat is wat de feestvreugde enigszins drukt. De lat ligt natuurlijk hoog voor volgend jaar als wij dit moeten organiseren. Want het was een super organisatie vandaag.